Vlaanderen kampt met een mestoverschot en zet daarom in op mestverwerking. De technologie hiervoor staat niet stil en zo ontstaan er regelmatig nieuwe producten. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking doet samen met het West-Vlaams Landbouwonderzoekscentrum Inagro en de Universiteit van Gent onderzoek naar toepassingen voor de landbouw. Onderzoek naar de recuperatie van nutriënten is om twee redenen zeer strategisch belangrijk. Enerzijds wordt er op jaarbasis enorme hoeveelheden fossiele grondstoffen en energie geïnvesteerd in de productie van minerale meststoffen en minerale nutriënten. Maar anderzijds vormen in West-Europa nutriënten ook een milieudrukprobleem. We hebben eigenlijk te veel nutriënten lokaal, bijvoorbeeld denk maar aan het mestoverschot. Het recupereren van nutriënten waar er te veel zijn in biogebaseerde sectoren en opwerken naar minerale producten die kunnen daar fossiele grondstoffen vervangen, is eigenlijk een dubbele win. Een voorbeeld van een product dat kan ingezet worden als kunstmest is spuiwater, afkomstig van de zure luchtwasser. Deze luchtwassers worden geplaatst bij mestverwerkers, maar ook bij varkens- en pluimveestallen. Dus op mijn bedrijf staan er drie luchtwassers, twee chemische en één combi-luchtwasser. De bedoeling van die combi-luchtwasser is dat hij naast de ammoniak ook de stof en de geur tegenhoudt. En het product die van de luchtwassers afkomstig is, wordt opgeslagen in die polyester silo. En dient eigenlijk als meststof die op het land wordt uitgereden. Het is een ammoniakstikstof met daarnaast nog zwavel, die heel nuttig is omdat we daar een tekort van hebben op het land. Het spuiwater wordt met spuittoestel gespreid, zowel op de tarwe als op de herfst, op het volle gewas en anderzijds ook op de grond zelf voor het zaaien van maïs, suikerbieten of planten van aardappelen. En het is zeker een even goede meststof als andere stikstofmestingen eigenlijk. Dus ja, voor mij is het een volwaardige bemesting. Door het Vlaams mestoverschot zijn ook de biogasinstallaties genoodzaakt om innovatieve oplossingen te zoeken voor het digestaat. Daarom doen ze al jaren onderzoek naar nieuwe verwerkingsmethoden. Ampower is een vergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 180.000 ton per jaar. Wij aanvaarden hoofdzakelijk organische afvalstromen en mest. Het biogas die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt voor het aandrijven van 5 WKK-motoren. De groene stroom wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Na uitgisting wordt het digestaat verder verwerkt tot een vloeibare fractie en een dikke fractie. Dit gebeurt door middel van een centrifuge. De dikke fractie wordt verder ingedroogd met de warmte die vrijkomt van de WKK-motoren. De dunne fractie wordt verder verwerkt tot water en een stikstof-kaliummeststof zonder fosfor. We hebben vorig jaar 35.000 ton op Vlaamse landbouwgrond geïnjecteerd, vooral energiegewassen en grasland, en de resultaten die waren zeer positief. Ook de firma Waterloo test in zijn vestiging in Ieper de mogelijkheden om digestaat op te werken. Waterloo is een engineeringcontractor die wereldwijd milieuinstallaties gaat bouwen. Maar sedert enkele jaren gaan wij onze activiteiten uitbreiden tot maintenance en operation. Eentje daarvan is deze biogascentrale in Ieper. Deze heeft de capaciteit van een drietal megawatt. En wij gaan die megawatts verwekken op basis van een 100.000 ton organisch biologisch afval en mest per jaar. Op de site produceert Waterloo uit het digestaat drie restproducten met een toegevoegde waarde. Een eerste raffinageproduct is het gedroogd digestaat die geëxporteerd wordt hoofdzakelijk naar de Franse wijngaarden. Een tweede raffinageproduct is het NPK, dat is een indampconcentraat die nogal wat kali bevat en die ook zijn toepassing vindt in de landbouw voor specifieke teelten die zeer veel potas vragen. En tot slot hebben wij ons ammoniakwater, een 10%ige ammoniakoplossing. Op dit moment voeren wij dat af richting een industriële milieutoepassing. Maar er lopen parallel testen bij Inagro om de waarde daarvan te gaan inschatten als stikstofbron op het veld.
Het West-Vlaams Proefcentrum Inagro zet in op duurzaamheid en innovatie. Daarom testen zij al 5 jaar verschillende producten afkomstig van mestverwerkers en varkenshouders. Wij testen deze producten op hun landbouwkundige en ecologische waarde. En steeds zien wij eigenlijk hetzelfde. Op kwalitatief en kwantitatief vlak zien wij geen verschil met klassieke bemesting. En ook op vlak van reststikstof, op vlak van nitraat in de bodem in de herfst, zien wij eigenlijk geen verschil. Als dan ook totaal het economische en ecologische plaatje bekeken, zien we eigenlijk dat deze biogebaseerde meststoffen heel grote voordelen bieden in vergelijking met de klassieke bemestingsproducten. Dus dit leken ons producten met een heel grote toekomst voor de Vlaamse landbouw. Het VCM bundelt de activiteiten en de kennis rond mestverwerking in Vlaanderen. Hiermee ondersteunt de VZW de besluitvorming op nationaal en Europees niveau. Voor het mestprobleem in Vlaanderen zou het bijzonder interessant zijn dat de mestverwerkingsproducten erkend worden, omdat zodanig de druk op de bodem van Vlaanderen wordt verminderd en dat voor de landbouwsector een betere mestafzet wordt gevonden voor de producten die daarvan worden afgeleid. Wilt u hierover meer te weten komen? Mail dan naar info@vcmmestverwerking.be of bel naar het nummer 050 40 72 01.